De titel van mijn column is Bert. Die Bert verdient een lintje. Aldus mijn dochter na het zien van de eerste uitzending van Fons de Poel over de Kolpingbuurt. Wat een gouden gozer. Inmiddels zijn er al drie uitzendingen geweest en veel Nederlanders zullen Bert wel kennen. Namens Thales, al jarenlang buurtbeheerder in de Kolpingbuurt en afgelopen periode tijdens de grootscheepse vernieuwing van de buurt steun en toeverlaat van velen. Roeptoeters hebben altijd hun mening over een woningcorporatie paraat. Ze barsten van het geld, de huren zijn veel te hoog, onderhoud ho maar, ze slopen maar raak en als je ze belt geven ze niet thuis. Altijd hetzelfde met die gasten. Daarbij vergeleken is Bert een ZZP-achtige engelbewaarder die door Thales is ingehuurd en een Thalesbloes heeft gekregen. Bert is niet van Thales, Bert is van de buurt. Het zijn nu al legendarische beelden. Bert die kooikarpers in een met water gevulde kliko naar de Wisselwoning vervoert, waar een door hem op marktplaats gekocht zwembadje staat te wachten als Wisselvijver of dit in het sociaal plan staat, doet niet ter zaak. Afgelopen donderdag zagen we Bert Sammy de hond opgraven in een achtertuin om die met een bolderkar te gaan herbegraven in het Goffertpark. Volgens een buurtbewoner zelfs op een christelijke manier. Wat wil je nog meer? De wet op de lijkbezorging voor honden Bert heeft er nog nooit van gehoord. Wel van de geestelijke nood van het baasje van de hond. Dat gaat voor. Ook een schijngeluk maakt Bert zich niet druk om de verhuurdersheffing, gemeentelijke duurzaamheidseisen of het al dan niet oneerlijk zijn van het systeem van entree. Dat laat hij wel aan anderen over. Bert is een alles in het oog hebbende engelbewaarder die het ware kerstgevoel het hele jaar uitstraalt. Zonder onderscheid des persoons zorgt hij voor de medemens, al dan niet in nood. Ik ben ervan overtuigd dat iedere school, woningcoöperatie, zorginstelling of wat dan ook een eigen Bert in dienst heeft. En als ze geen Bert hebben, moeten ze ogenblikkelijk een advertentie plaatsen. Wij zoeken een Bert. Onmisbaar in een steeds harder wordende wereld. Of Bert ooit het door mijn dochter toegewenste lintje krijgt, is ongewis. Volgens mij zit Bert er niet mee. Hij kreeg heel iets anders en daar was hij blijer mee dan met een lintje. Ik hoop dat het in de laatste uitzending te zien zal zijn, maar ik verklap het nu maar zo vast. Afgelopen september was het groot feest in de Kolpuurt. Beroepshalve mocht ik erbij zijn. De bouwvakkers waren weg, de wisselwoningen waren ingerold voor de nieuwe of vernieuwde woningen, de vitrages hingen voor de ramen. De buurt zag er spik en span uit. De burgemeester sprak de bewoners vanaf een podium toe. De directeur-bestuurder van Thales ook. De bewoners hoorden het plichtmatig aan en gingen rustig door met hun hapje en drankje. Ze gingen echter helemaal los toen een bewoonster het podium beklom en de microfoon pakte om een lied te zingen. Eigens gemaakt, uit dankbaarheid. Voor Bert.